Ik ben geen socialist. Hoe lang moet ik dat nou nog zeggen? Als je mij zou vragen, wil je graag 2 weken met een caravan Europa in? Nou. Dit is een DHL postwagentje die veel te hard rijdt in deze straat. Hè? Asociale eikel. Het Van Rossum, kunt u mij horen? Nou, ik denk dat het nu toch echt tijd is om te gaan praten over de dame, IJzeren Rita. Want ja, Maarten, in de vorige aflevering heb je ons helemaal lekker gemaakt. Maar dus dit, waarschijnlijk hebben de luisteraars nu niet gehoord wat Verdonk precies uitspookt op dit moment. Nee. Waarschijnlijk is ze nu met vakantie, zoals de meeste Nederlanders. Je ziet overal mensen met enorme pakken en zakken bezig hun auto's te beladen in de hoop natuurlijk dat ze nog even uit dit rode besmette land ergens toegelaten worden. Maar dus volgens mij houdt Verdonk zich dus bezig met het advies over hoe je het beste in contact kunt treden met de overheid. En als je dat contact helemaal hebt, hoe je dat aan moet pakken. Want daar heeft ze natuurlijk verstand van. Ze heeft altijd voor de overheid gewerkt en is natuurlijk ook nog een tijd minister geweest. Ja, dat zie je wel vaak, hè, dat mensen dan als ze... Ja, je verkoopt de specifieke kennis die je hebt opgedaan in je werkzaamheden voor de Nederlandse overheid. Ja. Verder heeft ze waarschijnlijk weinig te verkopen, denk ik. Ja, ja, ferme uitspraken. Stond zo bekend. Ja, ja. Nou, dan kunnen ze de vraag, gaan we nu even door met Rita Verdonk? Of doen we dat straks als onderdeel van onze beschouwingen over de kabinetten van de afgelopen, 20 jaar ongeveer? Wat jij wil. Nou, laten we Verdonk dan maar even afmaken, want we er toch mee begonnen zijn natuurlijk. Verdonk is denk ik de meest overschatte politicus van de afgelopen 20 jaar. Ik las nog eens in de krant dat ze gedurende 10 jaar de meest uitgenodigde gast was geweest in talkshows in Nederland. Dat geeft te denken natuurlijk. En ik vond de redacties van de talkshows ook dat zij een buitengewoon belangrijke figuur was. En het interessante is natuurlijk dat ze geruisloos verdwenen is, opgelost in de anonimiteit, nietwaar? Uiteindelijk bleek ze een volkomen betekenisloze persoon te zijn. Ongetwijfeld een sympathieke vrouw en een aardige moeder, daar wil ik verder niet over spreken, ik ken haar ook niet. Maar als politica hebben we haar dus langdurig overschat. Zij is volgens mij in Balkenende 2 minister geworden van immigratie en allemaal dat soort van vraagstukken. Zij is toen volgens mij toen pas of zeer kort daarvoor lid van de VVD geworden. Zij had een forse ambtelijke carrière achter de rug. Had in Nijmegen gestudeerd, waar ze links was, zoals de meeste studenten in Nijmegen links zijn. Havana aan de Waal, zoals het zo treffend werd genoemd. Ik weet niet of dat nog zo is. Maar was ze in de loop van het leven, wat een vrij normale menselijke ontwikkeling is, was ze van links rechts geworden. Dat komt eigenlijk omdat de meeste mensen nooit werkelijk nadenken over wat ze willen zijn en wat dat voor betekenis heeft. Dus sluiten ze zich aan bij de mensen die ze kennen, hun kennissenkring. En daar zie je niet waar normaal kudde gedrag, namelijk als je jong bent en in Nijmegen studeert, ben je links. En als je wat ouder wordt en je stijgt in het managerial apparaat, dan word je vanzelf rechts. Zo zit het ongeveer in elkaar. Hè? Ik heb het al eerder gezegd, in de jaren 60 waren heel veel mensen heel raar links. En tegenwoordig zijn heel veel mensen heel raar rechts. Dat is zo'n beetje de gang van zaken. Vanzelfsprekend leg ik dit allemaal uit omdat ik zelf het gevoel heb dat ik een dergelijke stomzinnige ontwikkeling niet heb doorgemaakt. Ik was in de jaren 60 zeer gematigd links en ik ben nog steeds zeer gematigd links. Ja. Dat komt omdat ik erover na heb gedacht en niet gevoelig ben geweest voor de sentimenten van mijn kennissenkring of van mijn studentengezelschap of nou ja, wat je ook maar wilt. Tenslotte was ze op een goed moment zo populair geworden dat zij zich had aangemeld als kandidaat lijsttrekker van de VVD. Ik meen voor de verkiezingen van 2006. En toen is er intern in de VVD een competitie gehouden tussen Rita Verdonk en Mark Rutte. En die is gewonnen door Mark Rutte. Maar uit alle peilingen bleek dat Rita Verdonk een veel bredere aanhang had, zeker in den landen. En misschien ook wel onder de normale VVD-stemmers dan Mark Rutte. Het verschil was niet groot. Ik dacht Rutte iets over de 50%. En nou ja,
weet het, Rita Verdonk, zo'n Trumpiaans percentage, 45-46%, iets in die geest in ieder geval. Vervolgens kwamen er, Rutte had gewonnen. Vervolgens kwamen er verkiezingen. En Rutte stond dus nummer 1 en Rita Verdonk stond vanzelfsprekend nummer 2. En toen deed zich een heel merkwaardig schijnsel voor, namelijk dat Rita Verdonk veel meer voorkeurstem heeft gekregen dan de lijsttrekker had gekregen. Normaal trekt de lijsttrekker natuurlijk de meeste stemmen. Ik geloof dat ze wel 60.000 stemmen meer had getrokken dan Rutte. Want 60.000 stemmen, dat is een beetje de kiesdeler. Dus, maar ze had, hoeveel, of ze nou 300.000 of 600.000 stemmen had getrokken, ben ik een beetje vergeten. Maar in ieder geval had ze dik gewonnen van Rutte. Dus je begrijpt. Zij voelt eigenlijk, ja, ben ik dan toch niet, ja, ik heb de volksmond heeft mij toch op de paard geheven nu, dus ja, wat doet die Rutte daar eigenlijk? Dus zij stelde aan de VVD voor, bij mijn weten, om er nou zo serieus over te praten, of zij eigenlijk niet de beste leider van de VVD zou zijn. Maar de VVD had daar helemaal geen puf in, en met name ook de Kamerfractie had daar, bij mijn weten, ook geen puf in. Want je begrijpt dat Rutte daar ook helemaal geen puf in had. En ja, toen ontwikkelde zich een wonderlijke situatie dat ze eigenlijk in toenemende mate bij allerlei gelegenheden kritiek op Rutte had. Dat Rutte was niet rechts genoeg. Een sympathieke man, maar van rechts kon je niet spreken en die VVD moest volgens Rita Verdonk fors naar rechts. En altijd de kwaal geweest natuurlijk van met name daar in de achtergrond, hoe gek het ook klinkt, maar Rutte is natuurlijk een relatief progressieve VVD, anders zou hij niet al die kabinetten met die verschillende partijen hebben kunnen leiden. Dus de VVD moest naar rechts. Nou, dat leidde al direct tot ophef en tenslotte heeft ze er excuses aangeboden, ze zou het nooit meer doen. Maar je begrijpt, ze bleef het maar doen, bij verschillende gelegenheden. Rutte was niet rechts genoeg enzovoort. Nou moet erbij worden gezegd dat Rutte in die tijd, in deze lang vervlogen dagen van het Nederlandse parlementaire bestel, samen met Melanie Schultz, ook al lang weer verdwenen uit de dagelijkse politiek, hadden die een manifest opgesteld dat de VVD moest naar links. De ramen moesten open, ook in Wassenaar moesten ze nou eens begrijpen dat er hele andere dingen gaande waren in de samenleving, enzovoort, enzovoort. Heel verrassend natuurlijk. Eigenlijk precies het omgekeerde van wat Verdonk nu beweerde. De VVD moet naar rechts. Ik moet erbij zeggen dat Verdonk natuurlijk de sympathiegenoot van Wiegel, die al nooit heeft gevonden dat de VVD rechts genoeg was. Aardige man ook weer, maar ja, op dit punt ongeneeslijk zou ik zeggen. Ik meen zelfs dat tenslotte in het conflict ook Bolkestein voor Verdonk zich had uitgesproken. Ik weet het eigenlijk wel vrij zeker, want ik las heel recent nog een interview met Bolkestein waarin hij zijn spijt betuigde over het feit dat hij Verdonk had gesteund. En ik moet zeggen, ik vind dat volkomen terecht. Kennelijk is hij daar voortschrijdend inzicht tot de conclusie gekomen waar ik al heel lang geleden toe was gekomen, namelijk dat zij een betrekkelijk onnozele maar schijnbaar daadkrachtige vrouw is. Nu had Bolkestein zo ontdekt, hij had spijt. Had nooit moeten zeggen en doen, enzovoort. Nou, tenslotte leidt dit tot een zo hooglopend conflict dat Rutte besluit om Verdonk uit de fractie te donderen. En dat gebeurt. Verdonk is uit de fractie gezet. En ging verder als de groep Verdonk. Hè. Dat is een, we hebben het daar eerder over gehad. Even, als je in je eentje bent in de wereld, maar je wil graag een groep worden, zonder dat je gehinderd wordt door andere mensen, dan moet je een groep worden in het Nederlandse parlement. Ik geloof dat ze deze wonderlijke gewoonte nu opgedoekt hebben. Maar het is natuurlijk altijd vrij komisch. Had je groep Wilders, groep Verdonk enzovoort. En vrij kort nadat zij dus eenzaam in de Kamer was komen te staan, mailde zij dat ze ging een politieke partij oprichten. Je weet, dat is een van de grootste liefhebberijen in Nederland in de afgelopen 20 jaar. Dat je gewoon, ja, je vindt dat het vandaag wel een beetje warm is, dus je richt een partij op tegen de warmte. Ja, je vindt dat je gehinderd wordt door fietsers, dus je richt een partij op antifietsen. Mensen gaan te weinig in bad, je richt een partij op gratis badkuipenverspreiding over Nederland. Dat is Nederland tegenwoordig te doen gebruikelijk. Dus die partij werd opgericht en die heette Trots op Nederland. Ton afgekort. Maar
Bij deze naamgeving hadden ze niet goed opgelet op wat de afkortingen zijn. Dus je moest altijd zeggen, trots, je mocht niet ton zeggen. Omdat ton natuurlijk, nou ja, tonnetje hond, je kunt het begrijpt. Dat is al heel gauw, niet waar. Kan dat er een pejoratief karakter krijgen. Dus je mocht geen ton zeggen. En ik moet zeggen, er waren toen bij een gemeenteraadsverkiezingen. En daar won ton 60 zetels. Want ook in de peilingen, nadat zij zich had gemeld met een nieuwe partij, zat ook een enorme feestelijke opening van de gebeurtenissen. Dat was in dat passenger terminal in Amsterdam. Oh ja. Ja. Nou zeggen, we hebben zo'n spotje erop en zo. Ja, ze liep ongelukkigerwijs op krukken. Omdat ze al een voorschot had genomen op haar razende, vliegende succes door in haar eigen kelder naar beneden te springen. Dus ze wonnen tientallen zetels bij die gemeenteraadsverkiezingen. Het zag er geweldig uit. En in de peilingen stond ze ook op, nou ja, de bekende 16%. Ik denk ook wel eens, je kunt, hoeveel mensen in Nederland zijn niet goed snik? Ongeveer 16%. Die hebben Pim Fortuyn gestemd. Die hebben, vonden Rita Verdonk een geweldig idee. Nou, gaan ze maar door. Dat is een, ook als je vraagt, wil niet gevaccineerd worden in Nederland? 16%. Het is ongelooflijk werkelijk. Het is een, dus je moet altijd zeggen, 1 op de 6 Nederlanders die je tegenkomt globaal. Daar is een draadje los van boven, zou ik zeggen. Dat wil zeggen, die worden sterk gedreven door vage sentimenten. En die denken niet goed na over wat ze wel en wat ze niet zouden moeten doen. Maar het is een frappant, stabiel element, laat ik het zo zeggen. Dat was trots op Nederland. Bij de daaropvolgende parlementaire verkiezingen waren ze helemaal niet succesvol. En is de hoop verdonken, is uit de Kamer verdwenen. Ook die partij daar is al heel snel, zoals dat ook zo vaak gaat bij nieuwe partijen, is daar hooglopende ruzie uitgebroken. Denk aan de LPF. Dat is de reden natuurlijk dat Geert Wilders heeft geen partij. Die heeft een beweging. En van die beweging heeft maar één lid. Dat is namelijk Geert Wilders. Dus daar kan ook geen ruzie komen in die partij. Er is wel eens ruzie in die parlementaire fractie gekomen, maar in de partij van Geert kan nooit ruzie komen, maar in de partij van Rita Verdonk ontstond al snel ruzie. En toen op een goed moment, zij had een Kai van der Linden was haar, hoe heet dat ook weer? Spindokter. Ja, spindokter is het juiste woord. En die hield een lezing, ik meen in Leiden, voor studenten, waarin hij uitlegde, ja, hij was diep teleurgesteld over dat ton, trots op Nederland. Een hele wonderlijke, heel wonderlijk. Ik heb ook wel eens gedacht, zou ik een partij oprichten die niet trots op Nederland? Ja, dat kan ook toch? Of Nederland klotenland, ik weet niet, wat is hij van Nederland? Ja, dat wordt heel NKL. Ja. Ja, NKL, dat is beter. Nederland klotenland. Ja. Ja, misschien vrijwilligers kunnen zich bij mij melden. Ja, je kunt voor alles een politieke partij oprichten in Nederland. Omdat wij natuurlijk een heel toegankelijk parlementair systeem hebben. Ja, je hoeft alleen maar de kiesdelen te halen en dan ben je klaar. Dan zit je in de Kamer. En als je in je eentje bent, ben je toch een groep. Dus je zit eigenlijk altijd gebakken. Daar komt het in grote trek op neer. Hoe ver waren we met Rita Verdonk? Ja, wat zei Kai van der Linden? Ja, die hele partij, Ton, dat was eigenlijk niet veel meer dan gebakken lucht. En ik moet zeggen, het heeft wel wat lang geduurd tot dit inzicht kwam. Maar ik denk dat dat een voortreffelijke analyse was van Ton. Want dat zie je natuurlijk bij ontzettend veel van die nieuwe partijen. Dat ze eigenlijk, ze komen uit een vage ontevredenheidssentiment, komen ze voort. Maar hoe je in Gods Christus naam Nederland zou moeten, dit is, sorry voor de CU-luisteraars die naar deze podcast luisteren, er is niks mee bedoeld, het is gewoon, het flapt eruit. Ja, het is een normaal standaard Nederland, zal ik dan maar even zeggen. Ze hebben vaak niet de flauwste idee hoe je dan het bestuur beter aan zou kunnen pakken in Nederland. Want daar hebben ze eigenlijk niet zo verschrikkelijk goed over nagedacht. Ze hebben een paar puntjes. Dit moet anders, dat moet beter enzovoort. Moet weer een of andere identiteit zeker gesteld worden. Maar dan, daarmee is het eigenlijk klaar. En nu we nu toch over dit thema bezig zijn en ook die geheimzinnige 15% gesignaleerd hebben van mensen die altijd bereid zijn iets idioots te doen. Het interessante is dat we natuurlijk 20 jaar lang niets dan opwinding in de tent hebben gehad over het populisme in Nederland. Te beginnen natuurlijk met Pim Fortuyn.
eigenlijk te beginnen met Boer Koekoek en D66. En het steekt dieper. Het heeft altijd globaal dezelfde oorzaken dat mensen in brede zin ongelukkig zijn over het landsbestuur. Waar ze soms ook goede redenen voor hebben, maar ik heb nu al een advies. Ik heb net reclame gemaakt voor de oprichting van een nieuwe politieke partij in Nederland. Klote land, maar laten we dat maar niet doen. U kunt veel beter lid worden van een bestaande partij en dan daar proberen eerst wethouder te worden voor Nederland. Klote land. Heeft u ook een eigen boodschap? Want dat is veel verstandiger. De meeste van deze, laten we zeggen, offshoots van deze. Nou ja, je ziet het ook wel eens in een beukenbos, dat onder die grote beuken, niet waar, vallen die beukennootjes op de grond en die ontkiemen. En dan zie je vaak dat er in zo'n beukenbos op de grond een heel een woud van mini-beukjes is. En iedereen weet dat dat in een beukenbos slecht afloopt. Die mini-beukjes, dat wordt niks. Ja, of je moet een van die grote beuken omhakken en dan heb je ruimte. Nou, ik laat me een beetje makkelijk afleiden met ook deze beschouwing over hoe beukenbossen in elkaar steken. Ja, dus doe het in principe niet. En al die opwinding, al die reuring over het populisme, dat is het interessante, heeft eigenlijk totaal niets opgeleverd in Nederland. Het enige wat het heeft opgeleverd is angst bij het CDA en de VVD dat aan de rechterkant van hun partijtjes mensen af zullen breken, wat ook voortdurend gebeurt natuurlijk. Want je ziet eigenlijk dat aan de rechterzijde van het politieke spectrum is dus een permanente verjonging gaande. We krijgen ook nu weer twee nieuwe omroepen. Oh nee, dat is de ene niet zo rechts van mij, maar de andere dus wel. Waarbij je ook altijd afgaat. Dit zijn allemaal van die beukenzaailingen. Hè? Het komt even op. Het draait het seizoen mee en dan wordt het opgegeten. Of het gaat dood. Of het krijgt te weinig water. Dan weet ik wat het is. Maar het loopt slecht af. Maar wat heeft het beleidsmatig opgeleverd? Natuurlijk frappant weinig. Omdat als je in Nederland beweert dat alles anders moet, dan zit je al heel gauw op een spoor waar inderdaad blijkt dat een overgrote meerderheid van de Nederlanders helemaal niet vindt dat alles anders moet. Hè? Nogmaals, 15% vindt dat alles anders moet. Dus als de maatregelen voor corona streng zijn, dan willen zij ze allemaal afschaffen. En als ze afgeschaft zijn, willen ze juist weer dat het enorm streng wordt. Er zit ook vaak geen enkele consistentie in, behalve de opgeheven middelvinger. Dus ja, dat populisme, leuk. Het is ook fijne promotieonderwerp, zou ik zeggen. En we kunnen ons erover opwinden. De redacties van de talkshows zijn extreem gevoelig voor halve garen. Dus ja, die moeten de tijd toch vol lullen. En dat moet een beetje opwindend zijn. En dan gaan ze maar door. Ik zelf moet zeggen dat ik nogal bezwaar heb tegen het feit dat in het coronajaar een grote reeks van complete halve garen ook in de talkshows aan het woord gelaten is. Laten we zeggen de Willem Engels van deze wereld. Ik begrijp nooit begrepen waar dat goed voor is. Misschien kan hij ook een eigen omroepje beginnen. Hè? Kan hij die danslessen ook handig verpakken? Lijkt mij. Maar dat is niet verstandig. Want je moet met name die 15%, die moet je naar mijn idee niet te veel gelegenheid geven om te denken dat er misschien toch wel wat in zit. Hè? Dat werkt. De antivaxmoeders, nou, we kennen deze, al deze lui kennen we van haven tot gort in feite. Heeft het veel opgeleverd? Vrijwel niets. Want je moet dan snel besluiten natuurlijk dat je uit de EU wil. Ja, daar kunnen we het zo even over hebben in verband met Polen. Polen heeft dat veel beter aangepakt dan die neuzelaars in Nederland die uit de EU willen. Want iedereen begrijpt dat dat niet gaat gebeuren. Nog komischer is het de bekende wens om terug te keren naar de gulden. En dat zijn mensen die dus niet weten dat er valutamarkten zijn en dat die in grote trekken bepalen wat die valuta waard zijn en zo. En dat je wel met een gulden kunt beginnen als je dat per se zou willen. Maar dan bepaalt die valutamarkt wat die gulden waard is. En dan kan je zo vertellen wat er als er verder niet zo verschrikkelijk veel gebeurt, is die gulden ongeveer hetzelfde waard als de euro op die valutamarkten. Misschien een tikkeltje minder, dat zou nog wel eens kunnen. Nou, wat hebben we nog meer van in het klassieke wensenpakket? Allerlei dingen die zich niet realiseren laten. Dus ja, het kan zijn natuurlijk dat de partij een signaalfunctie heeft. Je zou in dat verband kunnen denken aan de Dierenpartij, denk ik. Die heeft namelijk één belangrijk agendapunt. Namelijk dat er veel mis is in de Nederlandse bio-industrie. En daar hebben ze het grootste gelijk van de wereld in. Het gekke is, ik denk dat de meeste mensen het daarmee eens zijn. Je hoeft maar één filmpje van een slachthuis te zien en dan ben je al geneigd om voor de rest van je leven vegetariër te worden natuurlijk.
Maar kijk nou eens wat voor invloed dat heeft gehad. Heel beperkt in feite. Hè, hoewel we het er allemaal over eens zijn. Ik heb wel eens verteld van die studenten. Dan vroeg ik in het eerste jaar wie we nu is vegetariër nou. Dan ging een woud van vingers omhoog. En dan vroeg ik in het tweede jaar wie van u is vegetariër. Dan waren de vingers gehalveerd. Nou, als je in je derde jaar nog vegetariër was, dan was het echt, dan was je een uitzondering. Was je een fanaticus. Hè. Dus ja, heel veel jonge mensen die daar, zodra ze beginnen te begrijpen wat er nodig is om het biefstukje of het carbonaatje op het bord te brengen, dan denken ze, nou nee, daar wil ik eigenlijk niet aan meewerken. En dan tenslotte leggen ze zich neer bij het onvermijdelijke, dat ze die carbonaatjes wel lekker vinden. En nou ja, misschien dat als het dan hervormd wordt en er komt toezicht in de slachthuizen en ze spelen met muziek van Mozart erbij en dan misschien dat het dan allemaal wel meevalt, maar ja. Wil je iets totaal anders, dan zul je dat heel goed moeten beredeneren. En dan moet het ook in allerlei opzichten economisch en sociaal-economisch hecht in elkaar steken. Anders kun je wel allerlei dingen roepen, maar dat helpt helemaal geen donders. Hè. Dan moet tenslotte een kabinet geformeerd worden. En dan kun je natuurlijk wel, als je daar eenmaal zit, voortdurend naar de interruptiemicrofoon lopen en zeggen dat iedereen gek is. Maar ja, dat is de koers Baudet. Hè. Dat laat je al snel de verdenking op je dat je zelf eigenlijk gek bent. Wat me in dit geval ook wel, ja, ik ben maar steeds meer geneigd om dat toch te denken. Ik weet, dat is ook een beetje goedkoop. Hè, ja, dat je, tenslotte heb je van die mensen dat je heft je armen ten hemel. Je denkt, nou ja, wat moet je hier verder nog over zeggen? Nou, zeg dan maar dat ze gek zijn. Moet die opgeborgen worden? Dat hoeft niet voor mij, dat hoeft echt niet. Maar hij is natuurlijk van godsend voor die 15% halve gaar. Is die, ja, ik denk, misschien voelt hij dat scherp aan. He, dat hoe half gaar je gedraagt, hoe succesvol je bent bij die 15% halve gaar in Nederland. Neem even een slokje water. Ja. Nou, dit was even een korte beschouwing over Rita Verdonk, ja, en het populisme in Nederland. Dat is niet waar. Een van de meest luidruchtigste politieke fenomenen van de afgelopen decennia. En zoals dat zo vaak gaat bij luidruchtigheid, hè, moest ik holle vaten klinken in het hart. Dat is het wel eens een beetje. Hè? Ja. In hoeverre denk je dat de wateroverlast in Limburg, maar ook in België en Duitsland, door de klimaatverandering komt? Ah, ja, dat is ook zo'n voor de hand liggend. Nou, dat is volstrekt onbewezen. Laten we daarmee beginnen met die hypothese. Dat is het gevolg geweest van een freak incident bij het weer. Namelijk, begreep ik, een groot lage drukgebied wat langdurig stil lag. En dat schijnt heel weinig voor te komen. Maar ja, als het alsmaar stil ligt, dan valt al het water op ongeveer dezelfde plek. En je ziet die vlek, hè, je hebt de kaartjes in de krant wel gezien. Je ziet die vlek waar al dat water gevallen is. En nu is het tegenwoordig zo dat bij elk freak incident met het weer, zeg maar, ja, zie je wel, dat is de klimaatopwarming. Dat kun je meteen, dat weet je absoluut zeker, dat is de klimaatopwarming. Laat ik, voordat mensen thuis, voordat die 15% ook weer beginnen te juichen, zie je wel, Van Rossum is ook tegen de klimaatopwarming. Helemaal niet, daar ben ik helemaal niet. Ik geloof dat er sprake is van klimaatopwarming. Dat is ook vastgesteld, maar dan gaat het om veranderingen op de lange termijn. Dan gaat het over metingen die over decennia lopen. Wat zie je dan? Ja, verdomd, de temperatuur op de planeet stijgt op verschillende plekken, op heel verschillende manieren overigens. Maar wat betreft de neerslag, idem dito. De neerslag in Nederland over de lange termijn is vrij fors toegenomen in de afgelopen decennia. Dat is dus niet een freak incident, dat is een statistisch gegeven over langere termijn. Dus geloof ik in opwarming van het klimaat? Ja. Geloof ik dat dat klaarblijkelijk leidt in Nederland tot meer neerslag, overigens in het westen van het land veel meer dan in het oosten van het land, dat moet er nog even bijgezegd worden. Ja, daar geloof ik ook in. Geloof ik dat elk freak incident in het weer ook het gevolg is van de klimaatopwarming? Dat blijft onbewezen. Dat moeten we zien, want je zag ook bij deze overstromingen, hoe dramatisch die ook mogen zijn, zag je weer het bekende nieuwsverschijnsel van overstromingen, dat is nog nooit gebeurd. Sinds de Romeinse tijd hebben we hier helemaal geen overstromingen gehad. Hoe kan dit gebeuren? Dat moet klimaatopwarming zijn, hè? Dat die reactie. Ik zou zeggen,
Mijn moeder woonde in de Betuwe. Daar is 20 jaar geleden is nog een groot deel van de bewoners van de Betuwe geëvacueerd vanwege het hoge water. Maar dat zijn we dus kennelijk vergeten. Forse overstromingen, bijvoorbeeld in het oosten van Duitsland, dat is recent aan de orde. Niet, nou ja, recent is bij mij dus 20 jaar geleden of zo, is voortdurend aan de orde geweest. Overstromingen van de Mississippi, gigantische problemen. Ik weet niet meer wanneer het was, ook 15 jaar geleden of zo. Nee, overstromingen zijn aan de orde van de dag. Even dat is even de reden dat we de grote rivieren in Nederland, niet waar, daar is een speciaal programma voor ontworpen, die hebben meer ruimte gekregen. Je zult ook zien dat dat effectief is, want ik denk dat onze grote rivieren in dit geval, waar we nu mee te maken hebben, niet meedoen aan die overstromingsrampen, zal ik maar zeggen. De Maas is een beetje een uitzondering, want de Maas is een regenrivier. Dus die, zodra het heel hard regent in het bovengebied van de Maas, ja, dan komt die hele rommel, die komt naar beneden toe. In Limburg, laten de mensen het even nazoeken. Daar is op allerlei plaatsen gebouwd in, laten we zeggen, de floodplain van de Maas heet. Met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Dat als dat ding een beetje serieus water afvoert, dat dan de kelder onder water loopt. Die drama's die zich hebben voltrokken, zeg maar, bij die kleinere waterlopen in dit gebied, dat is interessant. Dat zou ik graag onderzocht zien. Komt dat bijvoorbeeld doordat die beekdalen, dat de stroom bijvoorbeeld is versmalt en versneld. Dat zou kunnen. He, want heel veel waterafvoer in Nederland is gericht geweest, traditioneel, trouwens overal, op zo snel mogelijk van het water af. Dus je kunt je afvragen, hebben we daar wel verstandig beleid gevoerd? Hoe zit het eigenlijk precies met die beekbeddingen? Hoe kan het dat zo'n beekbedding of zo'n riviertje plotseling dwars door het dorp lopen? De Gul bedoel je bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld. Dat zou ik dan wel eens willen weten. Is dat niet verwaarloosd? Dat zou kunnen. Hebben ze daar niet hele onverstandige dingen gedaan? Onvoldoende rekening gehouden met zo'n flashflood als waar ze nu mee te maken hebben gehad? Maar om nou meteen alles maar weer. In Keulen staat de kade praktisch elk jaar onder water. Hoe komt dat? De Rijnloop is versmalt en verdiept. En de stroomsnelheid is verhoogd. Maar als het plotseling aanzienlijk groter wateraanbod is, dan geeft dat onmiddellijk praktische problemen. Dat hebben we, daar zijn we nu bezig in Nederland, op dat bij de grote rivieren, om dat op te lossen. Ik ben in Wageningen opgegroeid. Om de zoveel tijd had je 's winters hoog water. En dan stond er water van de Winterdijk tot de Winterdijk. Dat was 3 kilometer water. Kijk je in de derde klas van de school, keek je naar buiten en zag je een gigantisch meer. Omdat die rivier had ruimte. Dus het kon ook fijn overstromen. En als het een beetje mee zat, dan bevroor de hele boel. Dan had je de grootste ijsvlakte van Nederland. Had je voor je neus in feite. Ja, mij was het te koud om schaatsen te leren. Maar goed, dat had je. Dus waarom doen de nieuwsmakers toch altijd alsof het voor het eerst. Het is al nooit eerder gebeurd. Het is zo uniek. Het is werken. Een nieuw tijdperk is begonnen. Hè? Dat is wat journalisten het liefst zien. Een totaal nieuw tijdperk. Alles is anders geworden. Zoiets. Ongelooflijk werk. Je moet eens opletten hoeveel nieuwe tijdperken we hebben gehad in de afgelopen 20 jaar. Dat is echt vrij ingrijpend. Ja. Vrij ingrijpend. Ja, dat is een freak-incident. Het weer zit vol met freak-incidenten. Maar als je wil weten of er klimaatopwarming is, of dat neerslag toeneemt, kijk dan naar de lange termijn cijfers. En ja, dan is er klimaatopwarming. En ja, de neerslag in Nederland is ook over een langere periode toegenomen. Maar dat wil niet zeggen dat elke regenbui, niet waar, waarbij je voortuin onder water loopt. Meestal omdat mensen de hele voortuin vol met tegels hebben gezet, gebeurt dat niet. Maar het probleem is daarvan dat ook dat natuurlijk al die betegelde tuinen natuurlijk ook tot een versnelde waterafvoer leiden. Dus als u zelf een bijdrage wil leveren, niet waar, dan kunt u en vegetariër worden en alle tegels uit uw tuin opruimen. Dat is een prima idee toch, als u zelf ook iets wil doen. Dat is ook een heel beetje een rare zaak bij die CO2-beweging. Dat eigenlijk steeds een suggestie wordt gewekt. Als alle mensen thuis nou maar zich verstandig gedragen en minder CO2 produceren, dan is het probleem. Maar als je kijkt wie zijn de grote CO2-producenten, dat is de industrie. Die moet je aanpakken. Op die consumenten, dat ze dan 2 keer in de week friet eten, dat zal ook wel CO2 produceren, maar dat wordt nogal overdreven eerlijk gezegd.
Hè, dan bestaat ook de kans dat ze deze hele zaak afwentelen eigenlijk op de arme belastingbetaler. Dus ik ben weer afgedwaald, sorry. Ja, maar de Duitse politici die roepen wel, hè, van dit is klimaatverandering. Ja, natuurlijk. Want dat is natuurlijk wel een fijn argument om iets te doen tegen de klimaatopwarming. Dat wordt onmiddellijk gebruikt. Maar dat wil niet zeggen dat ze ook gelijk hebben. Nogmaals, dat vraagt nader onderzoek. Kijk, als we nu binnenkort elke 3 jaar dit soort van hoosbuien hebben. Maar dat is niet zo. En nogmaals, overstromingen in Europa zijn de normaalste zaak van de wereld. Niet zo erg als deze, maar dat lag dus aan het Friek-incident wat zich, daar heeft voorgedaan in dat gebied. Dat stilhangende depressie. Maar op de lange termijn, nogmaals, iedereen die zo enthousiast is als ik ook tegen de klimaatopwarming, of niet zou geloven aan klimaatopwarming, die heeft het mis, daar geloof ik best aan. Maar ik vind wel dat je zo moet zorgen moet dat je statistisch materiaal op orde is. En dan kun je niet bij elk gebeurtenis, oh, zie je wel, dat is dat. Nee. Maar was het in Wageningen dan wel zo dat er caravans en auto's door de straten dreven? Nou, als je in de uiterwaarden de caravans niet op tijd werden opgeruimd, wat nog wel eens een enkele keer gebeurde, dan dreven ze allemaal weg, ja, naar zee. Nou, weet je dat caravans, als er iets mee gebeurt, vallen ze onmiddellijk in 1000 stukken uit elkaar. Hè? Dus laten we zo'n caravan op de grote weg verongelijken, dat je denkt, hoe is het gods mogelijk? Hè? Dat soort dingen, werkelijk. Dat die zijn gewoon van bordkarton in elkaar geniet. Daar komt het volgens mij. Dat is wel zo'n beetje mijn indruk in ieder geval. Ik ben nooit een caravan liefhebber geweest. Laat ik er dat bij zeggen. Als je mij zou vragen, wil je graag 2 weken met een caravan Europa in? Nou. Dit is een DHL postwagentje die veel te hard rijdt in deze straat. Hè? Asociale eikel. Goed. En wel helemaal beschilderd met groene takken. Hè? Dit wagentje is elektrisch enzovoort. Je kunt ook als je elektrisch rijdt, kun je veel te hard rijden. Dat schijnen ook veel elektrische rijders die denken, nou, ik ben rijd toch elektrisch, kan ik ook best veel te hard rijden. Nee, dat is maar om eigenlijk. Er is geen enkele reden om dat te veronderstellen. Nu ben ik de draad van het verhaal kwijt. Renier Pronk, ken je die? Nee, moet ik die kennen? Nou, die heeft een van de vorige afleveringen helemaal zitten uitschrijven. Wat wij hebben verteld. Ze heeft het allemaal op papier gezet. En toen hebben we het ook gehad over de klimaatverandering. Nou, dat heeft hij dus helemaal uitgewerkt. En helemaal daaronder kwam hij met zijn eigen conclusie. En daar zegt hij, Van Rossum die rept met geen woord over de door de mens veroorzaakte opwarming. Dat is nou voor lulkoek, daar heb ik het helemaal niet over gehad. Hè? Nee, maar dat is dus het punt. Dat is ook met dat zo stom met Twitter. Daar staan ook allemaal dingen die, joh, verdiep je er nou eens even in voordat je iets roept wat gewoon nergens op slaat. Lees eens wat. Hè? Nou, deze komt wel, maar een heel pamflet heeft hij erover geschreven. Oh. Van Rossum die wijst op de natuurlijke variatie, zegt hij, in de temperatuur. En hij voert louter adaptieve oplossingen aan voor als de zeespiegel onaanvaardbaar zou stijgen. Maar over mitigatie, in welke vorm dan ook, spreekt Maarten zich niet uit. En dat zou hij zeker gedaan hebben als hij daarvan het nut zou hebben gezien. Ja, dat verzint hij. Hij verzint iets, omdat hij heeft een vaag gevoel dat ik wel iets voor zijn standpunt voel. En nu verzint hij er eigenlijk een heel kasteel bij. He, je hebt dat wel eens, dat je een heel klein tekeningetje hebt en dan dat je dan kun je een heel groot ding bijmaken. Nee, meneer, als u mij nou eerst eens gewoon eens zou bellen en als wij structureel eens zouden kunnen praten over deze problemen, dan zou ik zeggen, dan kunt u misschien ook generaliseren over wat ik misschien denk of voel of van mening ben. He. Ik denk dat een groot deel van die opwarming waar we mee te maken hebben, dat die door de mens veroorzaakt wordt, ja. Dat is vrij evident. Ik heb inderdaad ook gezegd dat de temperatuur op de planeet in de loop van honderden miljoenen jaren heel sterk gewisseld is. Dat is gewoon een feit. Dat heb ik niet verzonnen of zo. Kijk, daar komt het DHL weer. Dan heb je hem. En het is ook nog iets van de Deutsche Post. Potverdrie. Kijk, daar staat ook op. Dit is een elektrisch aangedreven auto. En daaronder staat een boomtak die samengesteld is uit honderden groene autootjes. En dan zegt hij, daar staat ook nog bij natuurlijk onderweg. He, dat is ook een hele leuke woordspeling, dat begrijp je. Maar de Deutsche Post zou zijn chauffeurs eens op moeten dragen, niet met 100 km per uur door een woonstraat te rijden.
Dan hebben we nog ecosocialisme. Ecosocialisme, dat is ook vrij. Ik ben geen socialist, hoe lang moet ik dat nou nog zeggen? Hè? Laten al die mensen toch eens gods... Nou, niet weer Christus erbij halen, verdient hij ook niet. Laat die nou gewoon zich informeren. Hè? Hou op met die kletskoek. Ja. Ik ben niet links, zeg, links-socialistisch. Ik ben een hele voorzichtige, rustige sociaaldemocraat. Die voornamelijk denkt langs liberale lijnen. Mensen willen graag weten wat je ervan vindt. En of dat in het kader van wat er nu in Limburg gebeurt een oplossing is. Ecosocialisme? Ik weet niet wat ecosocialisme is. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is een manier om de klimaat- en de milieucrisis aan te pakken. Het wordt ook wel groen socialisme genoemd. Het combineert elementen van marxisme, ecologisme en anders globalisme. Het kapitalisme dat moet ontmanteld worden. Socialisatie van productiemiddelen dat moet bevorderd worden. En grondstoffen moeten we slim gebruiken en toegankelijk maken voor iedereen. Ja, en dan steken we de vlag uit en geweldig allemaal. Dat vind ik allemaal grotendeels niet. Het kapitalisme moet daar ontmanteld worden waar het grote schade berokkent. Maar bij normale marktwerking is het een heel aardig principe, eerlijk gezegd. Als je wil weten wat de beste elektrische fiets is, dan is het nuttig dat er competitie is tussen elektrische fietsen. En dat je keuze niet is alleen één door de overheid vervaardigde elektrische fiets. We weten waar dat toe leidt. Namelijk dat het ding van bakkeliet is en een waardeloos motortje heeft. Denk aan het Trabant in Oost-Duitsland. Hè? Nee. Waarom zijn auto's enorm verbeterd in de afgelopen 50 jaar? Omdat er competitie is. Omdat de Japanners bijvoorbeeld hebben laten zien dat het heel wel mogelijk is om een niet al te dure auto verdomd goed in elkaar te schroeven. Dat ze niet nog veel meer succes daarmee hebben gehad is voor mij altijd een verbazingwekkende zaak. Maar ja, dus competitie is in een markt is heel nuttig. Maar er zijn dingen waar je beter geen markt kunt hebben. Nee, denk aan de gezondheidszorg bijvoorbeeld. Daar geloof ik niet dat het enig nut heeft. Of aan het onderwijs. Daar ben ik er ook niet zo verschrikkelijk voor. Dus nee, ik ben het helemaal in. Dit zijn allemaal van die uitspraakjes. Even, ja, wacht nou even. Ik wil wel even weten hoe het concreet uitgewerkt wordt. Hè? Nou ja, we hebben natuurlijk een hele ervaring na de oorlog opgedaan met overheidsbedrijven. En ten dele was die ervaring heel negatief. In Engeland is heel veel genationaliseerd in de late jaren 40. Niet waar wat later gedenationaliseerd is door Margaret Thatcher. En daar had ze daar wel gelijk in. Maar bijvoorbeeld in Nederland hadden wij een Giro, hè, een Nationale Post Giro. Een fantastisch modern bedrijf waar goed in geïnvesteerd was. Wat we voor een abbekrats verpatst hebben aan de ING. Zodat ik nu klant van de ING ben. Ik wou nooit klant worden van de ING. Ik zeg het maar even tegen de ING dat ze dat ook weten. En dat wou ik helemaal niet, maar ik ben via de postgiro gedwongen eigenlijk om klant van de ING te worden. De baas van de ING heeft wel gezegd van ik wil geen bonus. Hè. We moeten eerst maar eens onze zaken oplossen. Nou ja, dat moet hij zeker doen. Wachten we dan rustig af in ieder geval. Ik hoop dat er wat minder van die mededelingen zijn. U kunt op dit moment niet bij uw spaargeld. Hè. Het zijn allemaal computertechnische problemen. Het schijnt dat die banken, die hebben natuurlijk een soort van gelaagd systeem. Ze zijn heel simpel begonnen met die computers en dan werd iets ingewikkelder en nog iets ingewikkelder. Zodat het een soort van gigantisch houtje touwtje systeem is. Wat ze zouden dolgraag een totaal nieuw systeem erop willen loslaten, maar dat durven ze eigenlijk niet. Is mijn indruk. Beleg je ook? Nee, ik beleg niet. Zeg, ga er niet over na zitten denken. Als je gaat beleggen, dan ben je al voortdurend bezig om je zorgen te maken over je aandeeltjes. Hè, over de stukjes, zoals dat heet. Moet ik mijn abonnement op de Financial Times nemen? Of hoe heet dat ding in Nederland? Financieel Dagblad nemen. Ja, mijn opa keek altijd. Hij was geabonneerd op het Financieel Dagblad. En nou, je wist al, als de stukjes gezakt waren, dan was het een hele beroerde avond. En als de stukjes gestegen waren, dan was het in een tip-top humeur. Maar dat wil ik helemaal niet. Hè. Ik wil daar verder. Ik ben gewoon een eenvoudige spaarder. En ik ken alle nadelen. Je hoeft me niet te schrijven of te bellen hierover. Ik ken alle nadelen ervan, maar dat geeft wel rust. Ik heb bovendien absoluut niet de behoefte om zo rijk te worden dat ik in een nepraketje aan de rand van de Damkring kan rondvliegen. Niet waar, met mijn zelfverzekerde baardje. Ja, dat is natuurlijk nu ook hartstikke actueel. Hè? Richard Branson, die is al geweest. En Jeff Bezos, die is nu net weer terug.
En dan hebben we nog Elon Musk. Die gaat nog ergens. Ja, dat is een soort van miljardairsliefhebberij. Die hebben dus te veel geld. En nou ja, god, als ze daar willen rondzweven, dan moeten ze vooral doen. Ik bedoel, we weten precies hoe het eruit ziet. Die blauw-witte bal, dat kennen we wel. Hartstikke leuk. Maar om daar nou ontzettend veel, wat die Branson wil er een soort commercieel bedrijf van maken, begrijp ik. Allemaal, hè? Allemaal, nou laten we het vooral doen. Ik bedoel, ik ben niet van plan om klant te worden van deze bedrijven. Als ze naar Mars willen, ook mijn best, want dan komen ze niet meer terug. Dus dan is dat probleem ook opgelost. Hoezo niet? Nou, kijk, naar Mars, dat gaat nog eventueel, maar terug is een hele lastige klus gaat dat worden. Ja. Ik dacht ook dat je kon inschrijven voor een reis naar Mars, maar dat je dan niet meer terug kon. En dat heb ik zelf altijd een uitstekende oplossing gevonden. Klassiek geval van survival of the fittest. Dat zou kunnen dat we in de toekomst op vakantie gaan naar de maan. Of naar de ruimte. Nou ja, dat zijn twee hele verschillende dingen die je nu noemt. Ja, sorry. Als de ruimte is dat je bijvoorbeeld één omloopje om de aarde doet, zoals je in dat ISS hebt, hè, dat duurt 92 minuten. Hoeveel mensen zijn bereid om daar 5 miljoen voor te betalen? Er zijn al eens mensen betaald in dat ISS geweest. Dat is dat ruimteding wat steeds rondvliegt. Ook volkomen overbodig overigens, dat is vers 2. Maar we hebben heel wat meer aan goed geïnstalleerde kunstmanen die nuttige dingen doen. Dan aan die lui die daar dan een beetje rondspringen en zo. Ik ben helemaal geen voorstander van bemande ruimtevaart. Dat is grotendeels onzin. Vakantie naar de maan, ik bedoel, heb je enig idee hoe het daar is op de maan? Je met de kindertjes naar de maan. Een bungalow tentje op de maan. Nou ja, het is toch werkelijk te gek voor woorden. Ook mineralen op de maan. Ja, hoe krijgen we die hier? Men heeft ook geen idee wat de hoeveelheid energie die het kost om een kilo te onttrekken aan de aantrekkingskracht van de aarde. Als die mensen nou allemaal gewoon eens iets zouden lezen, dat zou zo enorm veel problemen oplossen. Maar je kijkt niet met respect of ontzag naar dit soort types? Nee, geen enkel. Nee, het is technisch mogelijk, dat wisten we al lang. Er is niks nieuws onder de zon. We zijn al op de maan geweest. De Amerikanen en de Chinezen uit puur nationalistische overwegingen zijn nu weer bezig om een soort ruimterace te organiseren. Ze zijn zonde van het geld, gebruik je geld beter. Zeker de Amerikanen, niet waar, die hun geld heel wat beter kunnen gebruiken in dat asociale land. Ja, China, oké, dat heeft een zo ander politiek systeem. Dat moet het helemaal zelf weten, maar ik vind het wel stom. Ja, er is ook een Brabander mee geweest, hè, van 18 jaar. Ah, nou, ik zou zeggen, ook een ideale achtergrond als Brabander. Zit je goed in de ruimte, dat weet je. Hè. Friesen en Groningers, dat is matig in de ruimte. Maar Brabanders, dat is echt toppersoneel. Oliver of Olivier Dame heet hij. Ja, die is dus mee geweest in die capsule samen met Jeff Bezos. Ah, en wat kost dat? Nou, dat willen ze dus niet vertellen. Ik hoor 28 en 30 miljoen vallen. Maar de vader van die Olivier, papa Joes, die heeft het gefixt. Die heeft zelf een eigen vermogen van 40 miljoen, heeft quote uitgezocht. Heeft ook verschillende BV's waarbij die verwijst naar ruimtedingen. Volgens mij een van zijn BV's heet Into Space. Ja, en die heeft dat betaald. Nou ja, zeggen gefeliciteerd. Zonder van het geld, maar gefeliciteerd. Misschien kan papa Joes dit ook aan een goed doel geven. Dat lijkt me een stuk verstandiger. Niet waar dan zijn verwende zoon een eindje de ruimte in te schieten. Er is ook een bejaarde mee geweest, hè? Had ook een bejaarde mee. Nou, dat is helemaal fijn. Onbegrijpelijk dat ik niet ben uitgenodigd. Nee, het is flauwekul. Ik vind het totaal oninteressant. Nou, laten we dan ook nog even luisteren naar wat Rob Benschop te vertellen heeft. Hallo, Maarten. 5 sterren, zonder meer. Maar een tip, wellicht minder uitweidingen, zoals de vraagsteller van vandaag, of de laatste podcast. En je gebruikt heel vaak, voor zover ik weet, of als ik het mij goed herinner. Volgens mij ben je 9 van de 10 keer helemaal correct, voor zover ik het me kan herinneren. Dus ik zou dat weglaten. Vertel gewoon wat je wil en iedereen hangt aan je lippen. Dit was Rob Benschop, einde bericht. Nou, vind ik wel ook wel leuk, want je hebt wel typische uitspraken. Dus bij deze een oproep. Denk eventjes na, wat is je favoriete uitspraak van Maarten? En zet die eventjes als je via Apple luistert in de reviews.
Dus waar je normaal een review achterlaat, daar zet je je favoriete uitspraak van Maarten. Die sterren mag je ook nog steeds uitdelen. En kijken we de volgende aflevering eventjes wat daar is binnengekomen. Nog even over de overstromingen. De koning en de koningin, die hadden hun laars ook aangetrokken en waren naar Valkenburg gegaan. Ja, dat scheelt enorm. Je weet, toen ik het zag, dacht ik, nou ja, kijk, je hele huis is weggespoeld, maar je kunt de koning een hand geven. Dan denk je ook, ik wou dat het elke week wegspoelde. Hè? Dat hij elke week, want het was zo, het geeft zo'n warm gevoel dat het staatshoofd ook achter je staat of met jou in het water staat. Dat is echt iets enorms. Je weet dat dat voor leidende personen een soort verplichting is om zo snel mogelijk en zo intensief mogelijk naar het leed van die mensen te gaan kijken. Ja, ik moet zeggen, als mijn huis net was weggespoeld, dat ik verder niet zo'n behoefte zou hebben aan het staatshoofd. Maar ja, de mensen vinden het leuk. En als die niet gaat, dan is er al meteen in een talkshow ook een belangrijk onder. Hij is niet gegaan. Hè? We hebben die Willem-Alexander niet gezien. Nou, maar nu godzijdank wel. Ja, Maxima keek ook heel ernstig. Ja, met nat geregend haar. Dat had ze er kennelijk voor over. Ze dacht ik dat oogt dramatisch. Hè? Ik heb ook even mijn hoofd in het tuiltje gehouden. Zouden ze een charme-offensief ook hebben ingezet? Want ze zijn natuurlijk negatieve... Dat weet ik. Ze stonden er in de peilingen slecht voor. Ik heb geen idee. Ja, dat is natuurlijk, je weet dat dit allemaal keurig op advies gaat. En dat Rutte gebeld is van kunnen we al gaan. En Rutte zei, nee, gaan jullie nou maar eerst. Dan ga ik daarna. En ja, dat is volkomen nutteloos. Je gaat daar rondstampen. Er is allemaal extra politie nodig en zo. Ze kunnen er niet komen. Maar ja, dat je ziet, is allemaal symboliek. Dus die mensen daar hebben er niks aan? Nee, denk je dat de koning dat daar iets niet nog gezegd heeft? Van, ik heb de helft van mijn vermogen aan het kanaliseren van de gulden cadeau gedaan. Nee, natuurlijk. Maar ik denk dat die mensen het misschien ervaren als een pleister op de wonden. Ja, dat schijnt zo te zijn. Ik heb dat gevoel niet, maar als die mensen het hebben, dan... Je hoort dat ze heel ontroerd zijn, dat ze een heel leuk gesprek hadden gevoerd. Met de koning hoog stond het water nou, dat hoog, u ziet het, stond een stuk hoger dan nu. En denkt u dat het, ja, u ziet mijn kastje is helemaal op, nou ja. Het ook, ja, als zoiets gebeurt, nogmaals, analyseer het. En vraag je af wat er precies gaat. Het is ook wel grappig, er zijn ook waterwappies. Oh, ook leuk. Die gaan meteen naar de geul om dan erin te gaan zwemmen of zo. Ja, die komen kijken hoe hoog het water staat en verspreiden nepnieuws. Zijn zo, en ook een soort van ramptoeristen zijn. Ja, ramptoerisme, dat is in Nederland echt ook zoiets wonderbaarlijks, werkelijk. Ja, je weet, ik heb een algemene verklaring voor dit soort van wonderbaarlijke verschijnselen. De meeste mensen vervelen zich in de loop van hun leven werkelijk een ongeluk. Dus als er ook maar iets geks is op of schijnopwinding, dan staan ze vooraan. Ze rijden onmiddellijk naar Roermond om te kijken hoe het met de Roermonders is die onder water staan. Of nog niet onder water staan. Ja, ik weet niet. Stel voor dat ik tegen jou had, dat ik jou had gebeld. Even zeg, we doen het niet vandaag, die podcast. Want ik ben op weg naar, we noemen ze wat, Kessel. Daar schijnt het echt heel, heel hoog te staan. Had je toch ook gezegd, we stoppen ermee.